op werd en daar is midden in het Brabantse land. Daar stond een klein kapelletje, neven de kant, met de bedoeling dat de reiziger er bidden zou. Maar er zat ook wel eens iemand die alleen maar rusten wou. Ja, er zat ook wel eens iemand die alleen maar rusten wou. En door neffen zaagde as ge er langs kwam gekeurd in de wei, soms een schaap keurig netjes aangeteurd. En as ge iemand waar die door heel veel ging keuren, zaagde af en toe de boer het schaap verteuren. Zaagde af en toe de boer het schaap verteuren. Het waren schoon gezicht, dat schaap daar in de wei. En er kwamen overdag ook heel wat reizigers voorbij. Maar s'avonds kwamen soms de wolven uit het bos. En als die oeder vieten, nou dan waarde wel de klos. Ja, als die oeder vieten, nou dan waarde wel de klos. En jawel, daar op een avond kwamen een wolf en zag het schaap. Hij dacht, nou hek het handig, want die vat ik in zijn slaap. Maar het schaap had hem gezien, en wat was het geval? Hij verschoot ze dat je redt naar de metaal en ter en al. Hij verschoot ze dat je redt naar de metaal en ter en al. De deur van de kapel stond open, dus hij dacht, ik spring naar binnen in de hoop dat de wolf hem daar niet ving. Hij trok wat stoeltjes een missen en ter aan zijn touw. En hij bleef maar hopen dat de wolf hem daar niet vangen zou. Ja, hij bleef maar hopen dat de wolf hem daar niet vangen zou. Maar de wolf die had de lucht en die vloog er achteraan. En ons armschap daar waarde wis en zeker aan gegaan. Maar hij vluchtte weer naar buiten en ze redden niet zijn vel. Want zijn touw en ter bleef haken aan de deur van de kapel. Ja, zijn touw en ter bleef haken aan de deur van de kapel. De wolf zat dus gevangen in het kerkske van Opwette. En de boeren maakten smergens met de rieke korte metten. En het kapelletje veranderde van naam, dat snapte wel. Dat hitte voor de Opwettese wolvenkapel. Dat hitte voor de Opwettese wolvenkapel.